kwartier met Jodie Keen. Zometeen een optreden in de wereld draait door. Spannend? Ja, heel spannend. Ja? Ja. En wat voor nummer ga je vanavond toch horen brengen? Ik ga de single, hier komen spelen. Ja. En dat is Mad World. En Mad World, dat nummer heeft je ook Serious Talent gemaakt. Waar gaat het nummer Mad World eigenlijk over? Oeh, heb je hem gehoord of niet? Ja? Ja, ja. Nou, je hoort het eigenlijk wel duidelijk in het. Tenminste, ik heb het zo gezongen voor mezelf dat ik vind dat wij tegenwoordig wel heel snel alles voorbij lopen. Mm-hmm. En geen mooie dingen meer opvangen. Alleen maar met onszelf bezig zijn en wat we die dag gaan doen. En de rest, de mooie zon of de kleine dingetjes gewoon helemaal voorbij lopen. Okay. Ja. En dit nummer is tot stand gekomen in samenwerking met twee producers, geloof ik. Ja, klopt. Hoe ging deze samenwerking? Hoe heb je deze mensen gevonden? Ik werkte al met hun een paar jaar in de studio, in hun studio. Ik zong demo's in en jingles en demo's of reclame muziek. En ze hebben op een gegeven moment een paar nummers geschreven, waaronder Mad World. En hebben ze me gebeld, wil je dit inzingen voor ons? Okay. En dat vond ik wel leuk om te doen. En de single is dus uit en lijkt ook goed te gaan scoren. Het wordt al regelmatig op de radio gedraaid. Zit hier ook nog een album aan vast of zit het album aan te komen? Ja, die zit er aan te komen. We zijn druk aan het schrijven op het moment. December, denk ik. Yeah. En het nummer is, zoals zeg je het zelf al in de bio, het is een beetje pop, een beetje jazz, een beetje urban. Ja. Ben je beïnvloed door al deze genres of luister je zelf? Ja, ik ben beïnvloed door te veel genres. Ik vind te veel dingen leuk. Okay. Dus echt, en het is heel moeilijk als je een album wilt schrijven voor... Moet een beetje toch, je hebt een Mad World zal een bepaalde groep mensen aanspreken. Ja. Dus als zij het album willen kopen, je wilt toch wel een beetje in hetzelfde straatje blijven. Ja, je kan niet in één keer een rock nummer erop. Maar ik vind het wel tof alles. Ja. Dus iedereen moet me terugfluiten iedere keer. Niet te veel die kant op en niet te veel die kant op. Ja. Ik zei het al, Serious Talent optreden in de wereld door, album komt eraan. Hoe zien jouw dagen deze tijd eigenlijk uit? Dat is in één keer heel erg veranderd natuurlijk. Het is in die zin veranderd dat ik nu zelf op de voorgrond sta. Want voorheen deed ik heel veel backings. Ja. Dus ook naar tv en ook naar radio, maar voor artiesten. Dus dan stond ik altijd heel makkelijk op de achtergrond, lekker relaxed. Geen druk verder. Nee. En, we hebben nu veel radio optredens. Ja. Veel promotie maken. Oké. Okay. Ja. En zometeen zei het al, optreden in de wereld door. Heb je je nog speciaal voorbereid? Want ik had gehoord dat je maar 1 minuut mag spelen. Ja, we hadden zelfs te kort. We dachten, oei, dat is kort, maar 1 minuutje. En toen hadden we maar 46 seconden. Okay. Had niemand eventjes met de stopwatch bijgezeten. Dus we mochten nu een klein stukje erbij. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk, zo'n kort stukje in zo'n show. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we zo meteen na de tijd horen hoe het was. En dan wens ik je gewoon hartstikke veel succes zometeen. Dankjewel.